Ik heb al een aantal dingen op per se gemaakt in de kloterij. Iemand zei ook van, ja, in plaats van de kloterij, is het de boterij. Dus vandaag gaan we zeker iets anders doen. We gaan zeker geen boot maken. Ja, een RC boot op zonne-energie. Stap 1, welke onderdelen hebben we nodig? Als eerste een module om de batterij op te laden. Ja, mooi, mooi, mooi. Een step-up converter. Amai zeg, met volt en ampère. Een motorcontroller. Super zeg. Een ontvanger. Ja, wat? Nog een module, een roer, een servo, een motor, een propeller, een batterij uit een powerbank. En ga zo maar door. Al deze onderdelen zijn natuurlijk gehaald van de lokale speciaalzaak AliExpress. Ja. Voordat we aan heel de boel kunnen beginnen, hebben we natuurlijk nog een design nodig. En daarvoor ga ik mij baseren op de Bugatti Ninjette. Dat is een dikke luxe jacht. En na een paar uur te klooien in Autodesk is deze wat ik ervan gemaakt heb. De rondingen in het design heb ik gewoon hoekig gemaakt, aangezien dat ik gewoon niet wist hoe dat moest. Zo moest een boot er eigenlijk uitzien. Dat is een beetje anders uitgedraaid. Maar kijk, het kan niet altijd verlopen hoe dat je gepland hebt. So now I will tell you how to put the electronics. I said there just. So first we have the solar cells. We connect them with the battery module. And the battery module we connect with the battery 5 volts, yes. Then the output from the battery module we go to a step-up converter, 5 volt to 7 volts. Because our motor controller needs 7 volt, yes. Between solar cells and battery module we put a step down because I don't want to friture my electronics. En dan also een battery meter tussen. En om even serieus te zijn, het gaat wel een uitdaging worden om niet met een traditionele 7 volt batterij te werken, maar met een powerbank batterij die is 5 volt. Nu gaan we alles aan elkaar gieten en zien hoe dat werkt. Ik heb eerst alles opgemeten van printplaatjes en batterijen en motorhouderkjes. Ik denk dat ik vroeger gewoon een beetje te lui was om alles op te meten, om alles uit te tekenen, om alles te 3D printen. Maar deze keer ga ik het wel doen om alles extra clean te maken. Het is lang geleden dat die printer nog aangestaan heeft. Ik hoop dat die nog marcheert. Ik heb steuntjes gemaakt, soort voetjes waar dat al mijn elektriciteitsgezever in past. En ik heb ook deze gemaakt, dat zijn houdertjes voor mijn batterij in te klikken. Hups. Ik ben hier 44 minuten bezig geweest met alles te solderen, met alles in elkaar te prutsen. Ik heb alles al aan elkaar gekoppeld. Ik kwam af en toe er ook uit, dus ik ben benieuwd wat ik gewoon niet mijn elektronica gefraaid heb. Oké. Okay. Er kwam terug rook uit. Geen rook, dat is al iets. Mijn lampje hier brandt ook. Dat wil zeggen dat hij al stroom kreeg. Ik zie wel geen lampje branden op mijn chargeboard. Ja, de output zou normaal rond 7 volt moeten zijn en hij gaat niet aan. Very nice. Fuck. Nu blinkt hij wel. Aardig, dat is juist niet. En dan nu het grote moment. Als deze lampje rood blijft, dan heb ik great succes. Hij is verbonden. Hij is verbonden. Zien we dat met een servo wordt? Het zou wel zijn, god mijaar. Ik ben nu een super gelukkige mens. Ik ga een dikke speedboot worden. Jongens, toch, jongens, toch, jongens, toch. Nice. Dus de kloterij staat voor gekloot, gepruts, gezever, gevloek. Het is weer vandaag. Ik heb dus deze gemaakt. Ik ben daar nog vrij trots op. Het is de eerste keer dat het mij zo lukt om zoiets clean te maken. Dus er zit een bordje in dat ook in een powerbank zit, dat eigenlijk gaat controleren van uw batterij wordt opgeladen, uw batterij moet stroom geven. En dat bordje werkt niet. Ik kwam af en toe er ook uit, dus ik ben benieuwd dat ik gewoon niet mijn elektronica gefraaid heb. Ik heb gelukkig nog één, dat is dus zo'n bordje. Bij deze, als ik dat insteek met USB-C en ik stop dat in de stekker en je ziet het lichtje branden. Als ik dat hetzelfde doe met dat bordje dat daarin zit, dan brandt het lichtje niet. Dus ik weet wat te doen. Volledig opnieuw solderen en maken. Godverdomme. De volgende stap is de bouw van het frame zelf. En dat gaan we maken balsahout.
De afmeting van alle stukken heb ik eerst het Autodesk moeten halen om die vervolgens handmatig allemaal uit te zagen mijn figuurzaag. Het omhulsel van een boot is eindelijk af. Als ik mezelf een schouderklopje mag geven, ik vind het design echt wel goed gelukt. Langs zij lopen er twee vinnen die volledig doorlopen naar van achter voor extra stabiliteit. Het plan is natuurlijk om hem aan te drijven door zonne-energie, dus dat is de volgende stap. Bij deze boot heb ik iets custom laten maken door de Tim van Visual. Als je een sticker nodig hebt, als je iets gelaserd wilt hebben of ik weet niet wat, bestel dat bij die mensen, super vriendelijk en het wordt ook allemaal door hun zelf gedaan. Het ding met die zonnepaneeltjes is dat je eigenlijk de bovenkant met de onderkant moet solderen en daarmee dat ik deze twee gaten voorzien heb, zodat ik makkelijk van boven kan solderen, zo erdoor, hups, naar de onderkant en zo kan ik ze allemaal in serie zetten, zodat ik genoeg voltage heb om mijn boot aan te drijven. Echt belachelijk hoe breekbaar dat is. Het past erin, maar ik heb een domme fout gemaakt. Deze twee streepjes zouden eigenlijk moeten matchen met deze twee gaten die ik heb gemaakt. Dat is niet het geval. We gaan eerst het paneel verven met een spuitbus, om daarna alle zonnepaneeltjes clean te solderen. Deze is een gigantisch huzarenstuk, aangezien dat die paneeltjes, zoals gezegd, flinterdun zijn. Het laatste paneeltje zit erop. Fuck. We zijn weer een paar uur later en ik kan zeggen dat ik met succes deze gemaakt heb. Wauw. De volgende stap is alles met epoxy overgieten, zodat alles wat clean en ja, met epoxy is. Altijd nice om met epoxy te werken. Het was een mop, het meest kutste materiaal om mee te werken, geen zever. Het bestaat dus uit twee dingen, een gietgars en een hardener. Die moet je mengen met de juiste verhouding. 100A60B. Wat een rotte, ja. 33 gram en dan 60, dus scheelt er 23 van deze. Chance dat ik 3 uur wiskunde gehad heb in middelbaar. Spannend, spannend. We gaan erin. Maar dit ziet er wel satisfying uit. De volgende stap in het proces is alles bedekken met een dikke laag houtpasta uit de Action. The GP will see you now. Twee redenen waarom dat ik dat ga doen. Eén is de gladheid. En twee is natuurlijk waterdichtheid, zorgen dat alle gaatjes opgevuld zijn. Mijn hand ligt er ondertussen af van 2 uur mijn schuurpapier te schuren, maar hij is clean. Deze is hoe ik wou dat hij was. Hij is super clean door die houtpasta. Ik heb in de Action ook deze gekocht, een zilver chrome spray. En die gaan we er nu op knallen. Welkom in de badkamer. Ik denk dat ik hier nog maar 1 keer gefilmd heb in de badkamer, of 2 keer. En dat was voor video's waar dat ik ook mijn bootjes testte. En dat was van 2013 of 2014. Ik ben in die 8 jaar nog niet veel gegroeid. Vandaag zitten we weer terug voor deze te testen hoe dat hij waterdicht is. Wat ik wel jammer vind is dat het chrome-effect van de lak wat weggegaan is. Daar heb ik een paar foto's van, dus zo zag er voor de epoxy uit. Nu is het eigenlijk gewoon een glanzend grijs.
Het is ook niet mis, maar het is niet wat ik in mijn kop had. Maar ik ga mijn bek houden, ik ga het bad aanzetten en we gaan hem eens voor de eerste keer in het water zwieren en kijken of hij volledig waterdicht is. Ik denk dat dat genoeg is. Oké, drijftest nummer 1. Oké, gewoon erin zetten. Oké, hij ligt in het water. En hij drijft goed, hij drijft fucking goed. Hij drijft zo goed zelf dat mijn propeller van achter ineens volledig in het water zit. Ik dacht even dat er hier water zat, maar ik denk dat het gewoon erin is. Very nice. Jongens en meisjes, hij is af. En weet je wat nog het beste is van allemaal? Hij werkt nog ook. De laatste stap heb ik allemaal wat minder gefilmd, maar ik zal gewoon vertellen wat ik allemaal nog gedaan heb. Bijvoorbeeld, deze motorshaft moest er onderaan erdoor, aangezien dat hij hier niet in het water zat. Dat was ook een ganse merde, aangezien dat dat bleef lekken. Dat zit natuurlijk los door de onderkant. Zoals je aan het beginstuk genoeg van de reveal gezien hebt, ik heb alles ook mooi afgewerkt met een LED-strip. Het ziet er wel uit gelijk de Cybertruck van Elon Musk, als ik moet toegeven. Dus Elon Musk, als je een patent wil kopen, ja. Vooraan heb ik mijn dek in twee gesplitst, dat ik het kan open doen. Ik kan ook nog aan alle andere elektronica, omdat deze er ook nog gemakkelijk afgaat. Ik heb alles met magneetstrips verbonden, zodat het toch nog iets of wat waterdicht ook is. De punt heb ik afgewerkt met messing. En dan het beste van heel de boot, kon gewoon niet ontbreken. Wat als je aan het varen bent op een meer en plots zit je zoiets van, ik heb even nood aan een Eddy Wally. Daar is de vriend, zo hard ik er geen. Ik heb er ook een Bluetooth speaker in gebouwd. Dus, dat was het zeker waard. Deze waren zoveel uren werk, ik heb geen idee. Ik ben al zo lang bezig met deze project. Het voelt gek om deze boot nu eindelijk in mijn handen te hebben. En dan de reden waarom dat je er nog allemaal naar deze video aan het kijken bent. De laatste stap, het testen van de boot. Mijn klein hartje, maar we gaan het doen. Ja. Ik heb er echt geen goesting in. Amai, het is hier gewoon een half moeras. Ik heb er zelf een custom doos gemaakt, zodat ik hem makkelijk kan vervoeren op de fiets. Als we ervoor gaan, dan gaan we de volle 100%, godverdomme. En dan nu het moment waar we allemaal op gewacht hebben. En hij ligt in het water. Oké, en nu het moment van de waarheid. Oh fuck man, ik heb stress. Nu kan ik er echt niet meer aan. Nu moet ik al gaan zwemmen gelijk. Fuck man. Oh man, deze is wel spannend. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Echt gelijk in een luxe jacht in het water zeg. Nu was het ook op de laagste motorstand, dus ik ga eens wat sneller proberen gaan schieten. Hij ligt echt zo diep in het water, ook super nice. En stel je nu voor, de homies passeren net en die hebben zin in een dikke reef. Al die kikkers zijn hier zot aan het worden. Oké, ik ga wat sneller gaan. Ik ga mijn gas iets naar boven doen. Dat meen je niet. Fuck, ik heb geen verbinding meer. Amai, ik had geen verbinding meer. What the fuck was dat? Ik had hem volledig naar boven gedaan en hij viel gewoon uit. Ik denk dat dat te veel stroom vergt van dat ding. Het is geen speedboot. Als hij te snel gaat, valt hij uit. Maar kijk, hij vaart wel. Hè.
En hij is weer uitgevallen. Ik zou zeggen, een mediocre groot succes. Bon, bon, bon. En hier zijn we dan op het einde van de video. Ik hoop dat je het wijs vond. Daarnaast heb ik nog een paar dingen te vertellen. Een van die dingen, dat is... Ik heb nog een paar t-shirts van vorig jaar over. Vier om exact te zijn. En één daarvan ga ik weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Niet te kloten. Laat gewoon even weten in de comments. Ik wil graag één. En dan ga ik gewoon alle namen in een pot steken. En op die manier ga ik één versturen. Die drie andere, als je een wil of zo, dat zijn er drie die niet verkocht geweest zijn. Wat ik wel moet zeggen, het zijn smalls. Dus als je nog één wilt, het zijn enkel smalls. Dan de volgende. Deze kent ook het comment van de maand prikbord. Iedere maand probeer ik een goede comment uit te kiezen. En die komt hier op mijn prikbord. Een paar klassiekers zijn... Heb jij je kleren uit een afvalcontainer? Of een andere klassieker, vuile schooier van Matthijs. Tromgeroffel, de nieuwe comment van de maand is... Crossplay heeft de ziekte van siroop. Goede video's waarvan de edit zeer goed zit, maar ze raken de uploadknop soms eens kwijt. Ik heb daar niet veel op aan toe te voegen. Pijnlijke waarheid. Proficiat mijn jongen, jij komt op het prikbord. Ik heb superveel tijd in deze video gestoken. Qua project alleen al ben al... X aantal maanden bezig met deze project. Qua montage ook heb ik er veel uren gestoken. Dus het zou mij natuurlijk helpen moest je mijn video's hier en daar een keer kunnen doorsturen. Maar voor de rest geen verplichtingen. Super neig, merci om te kijken naar deze video. En tot de volgende.